Nou, dames en heren, dat is wel een buitengewone eer om dat vandaag te mogen doen. Waar zit Lodewijk nou? Is die weg? Dat kan niet waar zijn. Ik heb al eens eerder een minister een horloge aangeboden en een cursus klokkijken erbij. Maar dat zal ik toch niet bij mijn nieuwe lijsttrekker moeten doen. Bij de schmink, maar dat is helemaal niet nodig. Dat is helemaal niet nodig bij Lodewijk. Ik vind het... Ik wacht gewoon even tot Lodewijk er is, toch? We gaan nog even wachten. We gaan gewoon wachten en we gaan tussendoor hard klappen voor een geweldig congrespresidium. Geweldig! Met een voorzitter die volgens mij zo aan kan schuiven bij de speld. De speld was trouwens buitengewoon geestig, moet ik eerlijk zeggen. En ik vind het dan ook wel weer typisch Partij van de Arbeid dat je zo'n clubje de kans geeft om toch ook waarschijnlijk geheel zonder enig toezicht op wat ze bedenken zo vrij uit te kunnen presenteren in de zaal. Dat is de klasse en de moed en het zelfvertrouwen die we de komende maanden keihard nodig hebben. En daar is Lodewijk. Lodewijk, nou ben je nog mooier. Lodewijk, ik vind het een grote eer dat ik je vandaag mag toespreken. En ik doe dat namens mezelf, ik denk ook een beetje namens jullie. Maar ik doe het ook namens alle mensen die aan de basis hebben gestaan van onze beweging. Mijn ouders waren allebei lid van de Partij van de Arbeid. Mijn moeder het eerste, 1946. Ze waren met hart en ziel sociaaldemocraten. Over veel politieke onderwerpen waren ze het dus niet eens. En daar kijken we in onze partij niet van op. En over dat soort zaken ga je dan, net als vandaag en gisteren, met elkaar de discussie aan. Dat heb ik thuis geleerd. Mijn ouders stonden ook allebei voor de klas. En dat is niet toevallig. Want de kweekschool voor onderwijzers was dé manier voor jongens en meisjes uit hun milieu om hoger op te komen. Dat je carrière bepaald wordt door wat je kunt en niet door waar je vandaan komt, dat is voor mij nog steeds de kernwaarde van onze beweging. En daarin vinden Lodewijk Asscher en ik elkaar. 7 jaar geleden zei hij in zijn Wibautlezing: onderwijs is het belangrijkste vehikel van de verheffing. En zo is het. En dat liet hij ook in de praktijk zien toen hij wethouder was. Hij stelde met succes de hoogste eisen aan het Amsterdamse onderwijs. En dat doet hij nog steeds als minister als het gaat om scholing van volwassenen. En als vicepremier. En als vader als het gaat om een goede school voor zijn eigen kinderen. Ik ben er trots op dat iemand als Lodewijk leiding wil geven aan onze partij. Hij is jong, hij is slim, hij is vasthoudend, hij is geestig, hij is vrolijk. Gewoon een leuke man eigenlijk. En dan blijkt hij ook nog goed te kunnen schaatsen. Ik heb dat op YouTube gezien, heeft iemand mij natuurlijk gestuurd, want ik kijk dat soort dingen nooit. Maar dan zie ik toch meer een steer dan een sprinter. Hij verdeelt zijn energie en dan hou je het langste vol. Lodewijk kan streng zijn en kritisch zijn als het nodig is, dat heb ik zelf ervaren. Maar hij blijft altijd vriendelijk. Maar misschien vind ik dit wel zijn beste eigenschap. Lodewijk geeft hoop en hou vast. Hij is niet drammerig, maar hij staat voor de waarden die voor hem leidend zijn. De waarden die ik herken en belangrijk vind. Verantwoordelijkheid nemen voor je keuze. Als partner, als ouder, als politicus, als mens. Geen gemarchandeer met waarden. Ook niet even. Solidariteit is ons leidend principe. En dus laten we niet toe dat een bepaalde groep mensen nooit bestaanszekerheid kan opbouwen.
We spelen jongeren en ouderen niet tegen elkaar uit. Maar we vinden ook dat je bereid moet zijn om jezelf bij te scholen. Dat je als nieuwkomer je best moet doen om goed Nederlands te leren. Gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid zijn niet onderhandelbaar. Rechten en plichten horen bij elkaar. Het fundament van solidariteit. En dat vind ik belangrijk in een leider van de PvdA, van het land. We hebben een mooi land, maar het kan nog veel beter, rechtvaardiger, aardiger. Lodewijk kan de partij en de samenleving leiding geven in onze zoektocht naar een betere balans tussen collectief en individueel. Tussen wat we overlaten aan de markt en wat onze publieke, gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is. Hij biedt perspectief. Hij kan mensen, jong en oud, verbinden. Hij zegt wat hij doet en hij doet wat hij zegt. Hij geeft het goede voorbeeld. Met een stralende lach, met humor, maar met ijzeren discipline en volharding. Een man naar mijn hart, naar uw hart. Lodewijk Asscher.